Ja, daar zitten we dan. We moeten thuis blijven met z'n allen. Thuis werken, zo min mogelijk naar buiten. Nou, dat is wat ik probeer. Dit is dag 1. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien de komende week. 3 pubers die inmiddels thuis zijn. Dat is allemaal ontzettend onzeker. Hoe ziet die week er dan uit? Je kunt het nog wel, joh. Ja, gaat goed. Na 3 weken kan het wel heel goed, denk ik. Hoe gaat het thuis studeren? Wat vind je ervan, van deze hele toestand? Het is niet heel anders of zo, maar... Maar je kunt niet naar school? Ja, maar wel online school. Wanneer krijg je online school? Morgen. Nou, ga ik morgen even meekijken met je. Als iedereen thuis zit, hoe zoek je dan ontspanning? Voor mij is dat yoga. Dat doe ik altijd buiten de deur, op een yogaschool. Maar dat doe ik nu maar gewoon in de woonkamer, met de computer. Je schouders ontspannen, naar beneden hangen. De gym wordt goed gebruikt. Ik ben thuis aan het werk, maar mijn kinderen inmiddels noodgedwongen ook. Ik ga even spieken. Ik wacht 30 seconden. Mijn dochter 2 had net ook overleg. Zij studeert in Amsterdam en ze had overleg met een van haar begeleiders. Are you emailing it to me? Oké. Hallo jongens, zien jullie mij? Hey. Hey, het werkt. Fantastisch. Dit is toch wel heel handig, hè? Dat we zo kunnen vergaderen. Oké, jongens, laten we morgen nog even zo overleggen. Misschien ook met nog een paar andere mensen van de redactie. En dan kunnen we even knopen doorhakken. Ja? Oké. Tot later. Werk ze. Doei. Hoi. Het strand was overvol zaterdag. Nu is het een stuk rustiger. Deze meneer maakt zich zorgen over mensen die te dicht bij elkaar staan. Nou ja, ze gaan een selfie maken. Gewoon lekker dicht bij elkaar. En ik weet niet of het toeristen zijn of maakt het natuurlijk niet uit. Maar doe het niet. Misschien heb je er zelf wel niet zo last van. Maar ja, morgen ga je naar je grootmoeder toe. Naar je oude moeder. Vader, whatever. Dat is het risico. Nou, de eerste week zit erop. We hebben het hier thuis geklaard met elkaar. Een beetje met vallen en opstaan, maar het is gelukt. We moeten alleen nog even, is gisteravond bekend geworden, tot 1 juni. Hou allemaal vol. Wij doen allemaal ons best. 1,5 meter afstand. En met z'n allen komen we doorheen.